aangekomen bij deze kruising en deze gaat een beetje moeilijker worden als normaal. We gaan dus en zo'n kruising maken en hier in het midden nog twee steken meerdere om de pas natuurlijk mooi rond te krijgen. Dus hier in het midden gaat het van 8 naar 10 en deze 6 steken, dus 2 relief, 2 gewone en 2 relief, die gaan we hier kruisen. Zo, om dit nou goed te kunnen kruisen, ben ik natuurlijk hier op het verkeerde adres. Want dit is normaal de sluiting die we al hebben van begin af aan. En je ziet natuurlijk niet het verschil tussen de rest. Alleen om deze twee nou te kunnen kruisen, zit ik verkeerd. Nou, wat gaan we nu doen? We draaien eerst het werk. En we gaan met een aantal halve vaste terug naar het laatste stokje van de eerste rib. Dat zijn er 3. Even kijken. Ja. Dus ik heb 3 halve vaste gemaakt. En ik zit nu dus hier bij de eerste reliefstokje van de eerste rib. Daar moet ik nu zitten, zeg maar. Wat vervolgens gaat gebeuren, dat is... Even kijken, moet ik nu nog eentje terug? Ja. Sorry meiden. Ik moet nog één terug. Ik moet terug naar die het eerste gewone stokje na de rib. Daar moet ik naartoe. Goed, daar maak je dus een gewoon stokje om te beginnen. Dus eerst een losse en dan het beginstokje. Zo. Dan zouden we normaal gesproken hier de rib moeten maken, maar dat gaan we niet doen, want deze moet helemaal daar naartoe. Dus nu maak ik wel een dubbelstokje, dus dat zijn 2 omslagen. Ik pak daarvoor het eerste stokje van de volgende rib, dus ik sla 2 reliefstokjes en 2 gewone stokjes over. Ik pak de eerste relief van de volgende rib en ik maak een dubbel stokje losjes natuurlijk. Mocht het trekken zoals die van mij dat nu doet, dan kun je er altijd nog voor kiezen, want ik vind dat nooit mooi als dat gaat trekken, om er een verlengd, dus eerst een vaste te haken en dan pas door 2, dan wordt die iets langer en dan zul je ook zien dat die veel minder trekt, zie je? Maar dat is persoonlijk, bij de ene kan het gewoon goed gaan en bij de ander dus niet. Dus, en dan maken we in de volgende ook een reliefstokje. Je hebt nu dus die 2 dubbele, die heb je dus naar de rechterkant verplaatst. Vervolgens ga je dan achterlangs en dan haak je eerst de 2 gewone stokjes. Dat zijn de 2 gewone stokjes. Vervolgens sla je weer dubbel om. Dan ga je achterlangs die 2 dubbele reliefstokjes en dan pak je het eerste reliefstokje van de eerste rib, allemaal achterlangs. En dan haak je hetzelfde als die eerste ribben, eerst door 1, dan door 2, nog een keer door 2 en nog een keer door 2. Herhaal het nog een keer, je slaat het 2 keer om. Je gaat achterlangs die dubbele eerste rij. Dan pak je het reliefstokje, het tweede op van de eerste rib. Klap je die reliefstokjes weer naar voren. Je haalt door, eerst door 1, dan door 2, dan nog een keer door 2 en nog een keer door 2. Kijk, en dan zul je zien wat er gebeurd is. Je hebt deze 2 ribben, deze 2, die heb je gekruist. En daartussenin zit keurig die 2 gewone stokjes. Dus als nu zo meteen een rij er bovenop komt, dan trekt zich dit weer helemaal normaal. Maar je kunt nu al zien wat ik gedaan heb. Deze gaat onderlangs deze. Deze gaat bovenop over. En daartussenin zitten 2 gewone stokjes. Zullen we het nog een keer herhalen zo meteen.
Daarbij zei ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier komen nu 10 stokjes. Dus je maakt er eentje bij. En het beste kun je, je moet zelf kijken waar je voor kiest. Of je pakt hem hier in het reliëfstokje of je zet hem daar in het gewone stokje. Nou, ik kies ervoor om hem hier in het reliëfstokje te doen. Dan sluit je wat meer de ruimte die wat ertussenin gaat zitten in verband met de kabel. En dan weer gewoon de stokjes in de stokjes. En dat worden er dus in totaal 10. Dit is 2. Drie. Vier. Vijf. Die zit ernaast. Dit is 6. Zeven. Acht. Dit is 9. En de 10e die haal je dan hier uit het reliëfstokje. Dan beginnen we weer van voren af aan. We slaan dus 2 keer om. Hier zijn die 2 ribben. 2 keer omslaan en je pakt meteen het eerste. Dus je slaat de eerste 2 reliëfstokjes over. Je slaat 2 gewone stokjes over. Je pakt het eerste reliëfstokje van de tweede rib. Daar haal je eerst door 1, dan door 2, dan door 2 en dan door 2. Nog een keer dubbel omslaan. Pak het tweede stokje, je slaat om, je haalt door, eerst door 1, dan door 2, dan door 2 en dan door 2. Krijg je een mooi reliëfstokje. Dan ga je achterlangs en dan pak je de gewone stokjes. En vervolgens 2 keer omslaan. Ga je achterlangs die reliëfstokjes en dan pak je het eerste stokje van de eerste rib. Eerst door 1, dan door 2, dan door 2 en dan door 2. Dubbele omslag. Achterlangs de 2 reliëfstokjes van de tweede rib. Je pakt het tweede reliëfstokje. Eerst door 1, dan door 2, dan door 2 en dan door 2. En dan zie je dat je het weer hebt voor elkaar gekregen. Die 2 ribben die zijn gekruist en ertussenin zitten de gewone stokjes. Goed, dit herhaal je nu helemaal rondom en ik meld me weer bij het beginpunt. En klaar meiden. De volgende rij die wat nu komen gaat, die is niet zo lastig, want we haken alle steken zoals ze zich voordoen. Dus ik maak eerst even mijn beginstokje. En het eerste wat ik natuurlijk tegenkom, dat is dus een reliëfstokje. En dat kan ik dus op een normale manier haken, zonder verlenging of wat dan ook. Want het is en het blijft een verlengstokje wat eigenlijk al op zijn plek zit. Dan komt hier die 2 tussenliggende stokjes en die haak ik dus erin. Dus in het V'tje van het stokje. En dan kom ik weer 2 reliëfstokjes tegen die wat verplaatst zijn. En ook die kan ik op een normale manier een normaal reliëfstokje haken. En dan zie je dat hij zich keurig legt. Dan de 10 gewone stokjes. En dat zijn er dus in totaal 10 meiden. Zo meteen komt weer een lastige kruising. In de volgende rij, dus geniet dan nou nog maar even van dat
normale stokjes zijn. Dan kun je tenminste eens een keer lekker gas geven en gewoon doorhaken zonder te moeten uitkijken wat je doet. Goed, ik ben nu aan de voorlaatste. Dit is de voorlaatste, of dit is de echt de laatste. Dus nu heb ik er 10 op mijn rij. Dan komen hier de 2 reliëfstokjes. Dan de 2 tussenliggende. Die gaan er dus weer in. En dat is de volgende tussenliggende. Dus het zijn er in totaal 2. En dan de 2 laatste reliëfstokjes. Kijk. En dan zie je dat zich dat keurig over elkaar heeft heen gelegd. En hier zitten de stokjes ertussenin. En nu zie je dus hoe belangrijk dat het is dat er na elke kruising of kabel, zoals ik het noem, een rij gewone stokjes komt. Want dan zie je dat zich alles gaat leggen zoals het zich moet leggen. Goed meiden, je haakt nu die hele rij gewoon af en ik zie jullie weer bij het begin van de volgende rij. Ben ik weer. We hebben dus zo even die kruising gemaakt. Toen hebben we er een rij bovenop gehaakt, waardoor je dus nu ziet dat er hier 2 tussenin zitten. Nu in de volgende rij gaan we opnieuw kabelen. En dat wil zeggen dat we 2 steken, 2 stokjes van het midden, van de ruit, hier in het midden aan beide kanten, die gaan terug naar deze kant. Daar ontstaat een nieuwe rib. Dus in plaats van dat dit een gewoon stokje wordt, dit straks een reliëfstokje. Voor nu tijdens het kruisen zijn het natuurlijk gewone stokjes, omdat je niet kunt, je kunt wel er meteen een rib van maken. Dat is op zich wel een mogelijkheid, dat heb ik tenslotte hier ook gedaan, maar dat ging makkelijker, omdat het dunner garen is. Dus we gaan nu in deze rij gaan we weer kabelen door 2 stokjes van de ene kant naar de binnenkant te gaan brengen en een nieuwe rib te creëren. Het is dus de bedoeling dat hier nog 2 extra ribben komen en die 2 extra steken, of die 4, die komen hier vandaan. Dus het zijn die eerste 2 die wat hier zitten, die moeten dus naar binnen. Maar zoals je al begrijpt zit ik dus verkeerd in mijn begin, want deze 2 moeten die kant op en ik zit al in de laatste. Dus dat is geen optie, dus we draaien weer en we gaan dus met 2 halve vaste naar het derde stokje. Dan zit ik nu in het derde stokje, ja, je ziet, ik zit nu in het derde stokje. Daar maak ik een beginstokje, tenminste, ik maak daar een beginstokje van. Iedereen mag kiezen wat je wil. Je kunt ook een begin, 3 losse haken, dat is allemaal wat je zelf wil. Goed, nu zie je dat ik deze 2 met een gerust hart kan overslaan. Want deze 2 gaan naar binnen en deze moet ik dus kruisen. Dus die haak ik ook het eerste. Dus ik maak hier een dubbel stokje en in de volgende maak ik ook een dubbel, dat is geen dubbel stokje, appetee, een dubbel stokje. Zo, dan ga ik achterlangs en pak ik die andere 2. Je kunt er meteen een reliëfstokje van maken als je dat wil. Want dat worden sowieso al reliëfstokjes. En soms dan zie je ze niet. Ja, daar is die. Zo, dit worden 2, dat blijven de tussenliggende stokjes. En dan hier nog een tussenliggend stokje. Dan sla je deze 2 over, want die moeten naar de andere kant, maar deze moeten naar binnen. Dus dit worden 2 reliëfstokjes, maar een dubbele, omdat ze nog wel een wegje af moeten leggen.
En dan ga je voorlangs terug naar het eerste stokje van de rib. En die haak je. En de volgende. Wat overgebleven is. Dat is weer geen dubbel stokje zo. En dan laat ik het je zien wat er nu gebeurd is. Kijk. Er zijn er twee van deze kant naar die kant gegaan. Die piepen hier achter dat kabeltje tevoorschijn. Zie je? Dat zijn die twee. Dat zijn de twee gewone stokjes. Toen heb ik die gaan kruisen. Heb ik er twee van deze kant gepakt. Die zie je dat die naar die kant wijzen. Die komen hier ook terecht. Kijk, daar zijn ze. Dus ik heb er hier nu zes in het midden. Waarvan aan weerskanten rajasstokjes en in het midden de gewone. En hier blijven er dan nog maar zes over. Want ook hier ga ik dus weer kruisen. We zullen het nog een keer herhalen. Dus we krijgen hier zes gewone stokjes. Dit is 1. 2. 3. 4. 5 en dan de 6. En dan herhalen we het nog een keer. Goed. Deze twee, die moeten dus daar naartoe. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moet ik dus eerst deze zorgen dat die naar links gaan. Dus ik heb dubbel omgeslagen. Ik pak het eerste reliëfstokje op. En dat haak ik als een dubbel reliëfstokje. Ik sla weer twee keer om. En ik haak de andere. Dus nu heb ik deze twee, die heb ik dus al helemaal naar rechts verlegd. Zie je? Nu is het dus de bedoeling dat deze twee naar links gaan. Dus ik sla ook dubbel om. Ik ga achterlangs. En ik neem ze op. Als je dit te moeilijk vindt, kun je ze ook nog gewoon haken als een normaal stokje. Want dat zie je nu eigenlijk in. Je ziet het niet dat het nu al een reliëfstokje is. En in de tweede haak je ook een, maar dan moet wel die steek op mijn naald blijven zitten, een dubbel reliëfstokje. En ik heb ze gekruist. Dan kom ik die twee binnenste stokjes tegen. Dat zijn twee normale stokjes. En dan kom ik bij de volgende kruising. Nou is het dus de bedoeling dat de volgende twee, dus dit is de gekruiste rib met de reliëfstokjes, die sla ik dus over. De twee volgende stokjes is de bedoeling dat die naar binnen gaan en daar maak ik dus meteen reliëfstokjes van. Dus dat worden ook dubbele reliëfstokjes. 1 en dat is 2. Dan sla ik nog een keer dubbel om en ik ga voorlangs en dan neem ik de overgeslagen reliëfstokjes op. Dan kan ik weer doorgaan met de rest. Ik maak er even twee gewoon. En dan zie je wat er gebeurt. Hier zie je de kruising goed. Hier komen ze vandaan. Dit zijn de twee gewone. Hier komen de twee die wat ik naar deze kant heb gehaald. Dus zo werk je hem af. En je kunt je precies zien in het groot wat ik hier in het klein heb gedaan. Dus je hebt nu dit in het klein en dit in het groot. Nu zie je ook wat ik bedoel. De verhoudingen kloppen volstrekt niet. Dus als je deze trui gaat haken in de royal van de zeeman klopt er niks van. Want in theorie ben je dan nu al aan het einde van je patroon. Want dit zijn dik. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dat zijn toch al 20 centimeter. Nou, zelfs 25. Dus dan zou je nu al kunnen stoppen met haken. En doorgaan met je mouwen. Want de verhoudingen kloppen gewoon niet. Terwijl wij nog een heel stuk moeten. En dat kun je ook zien voordat je door kunt gaan aan de mouw. Dus
dit werkt niet om het hier in de royal te haken. In ieder geval, je haakt deze rij gewoon helemaal af. En we zien elkaar weer bij het beginpunt voor de volgende rij. Weer het begin van een volgende rij. En je begrijpt hem al, we hebben hier zojuist een kabel of een kruising gemaakt. Dus die hele volgende rij die wordt gehaakt zoals de steken zich voordoen. Dus dit betekent een reliëfstokje. Dat wordt een reliëfstokje. En onthoud, dit waren ook twee reliëfstokjes. Heb je ze nog niet in reliëf gehaakt, dan doe je dit nu. Dus het worden vier reliëfstokjes op een rij. Dan de normale stokjes. En dan komen weer vier reliëfstokjes. Dit is 1. Nou. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. En dan haak je de stokjes die wat komen gaan, die haak je weer normaal. En zo ga je het hele werkje af. En je ziet nu dat er hier twee ribben ontstaan. En dat is precies die kruising hier, wat we hier gaan creëren. Dus de hele rij haak je zoals het zich voordoet. En dan ben ik dadelijk weer klaar voor de volgende rij. Zo, je hebt nu de rij gehaakt zoals de steken zich voordoen. Nu gaan we kruisen. En dat kun je ook zien. Kijk, als ik deze hier wegtrek, dan zie je dat er weer twee van deze kant naar de andere kant komen, want ik trek hem dus hier even weg en dan zie je dat er hier twee steken naar binnen komen. En dat is puur om het blad natuurlijk te vormen. Hier gebeurt niks, daar gebeurt niks en hier gebeurt niks. Dus de verandering wordt, die wordt alleen in de buitenste ribben aangepast. Of die komt dus alleen daar. Goed. We gaan even verder. Even kijken waar mijn werk is. Hier. Dus, zoals ik zei, is het de bedoeling dat nu twee steken van hier daar naartoe verdwijnen. Dus deze gaan verder naar buiten. Dus begrijp hem al. Ik zit nu hier in die eerste. Dat is dus niet de bedoeling. Dus ik moet weer mijn werk keren. En weer twee halve vaste verder gaan. Want ik moet naar de derde. En daar maak ik mijn beginstokje. Zo. Dan sla ik twee keer om. Ik pak hier de eerste reliëfstokje en dan maak ik een dubbel reliëfstokje. Ik sla nog een keer om en ik maak nog een keer een dubbel reliëfstokje. En dan sla ik om. Want deze moeten naar het binnen, maar dat worden geen reliëfstokjes. Dus dat kunnen twee gewone stokjes worden. Dus ik ga achterlangs. En je kunt nu gewoon hier in de steek steken, want je ziet dadelijk toch niet meer dat het een normaal stokje wordt. Maar hij wordt nu even verlengd, omdat hij een kruising moet maken. En dan in de volgende. En dan heb je, als het goed is, de kruising te pakken. Kijk. Dus er gaan er twee van hier daar naartoe. Dus hier blijven er straks maar twee over. Want die twee gaan ook die kant op. En dus blijven deze twee, die blijven over. Dus die twee, die verschijnen nu hier in het midden. Dan krijg je de gewone, of de reliëfstokjes. Daar doe je dus niet niks mee, want hier aan die kant komt het blad. Dat kun je ook zien. Hier gaat hij krullen. Dit blijft gewoon rechtdoor gaan. Dan de tussenliggende stokjes. Die haak je ook op een normale manier. Totdat we weer bij reliëfstokjes zijn. En dan komt alles in spiegelbeeld. Dus dit zijn er twee. Die twee die haken we dan ook normaal. Want ik zei net, alles gaat nu in het spiegelbeeld.
Het is dus nu de bedoeling dat deze twee, dit is de laatste rib, dat die twee normale stokjes naar de binnenkant gaan. Dus ik sla dubbel om. En ik haal daar twee gewone stokjes uit. En vervolgens sla ik dubbel om en steek terug naar mijn reliëfstokjes. En dan klopt het plaatje. Ik heb dus hier mijn rib, tussenliggend twee stokjes en de volgende rib. En dat heb ik aan de andere kant, dus precies hetzelfde. Opletten, hier zitten dus al steken in, dat kun je zien, maar die heb ik gekruist. Dus dit sla je helemaal over en je gaat nu naar die volgende twee gewone stokjes. Want die blijven nu over. En dan kan ik meteen hier weer gaan kruisen, want die twee moeten naar binnen. Ik pak dus het eerste weer van het reliëfstokje op. Dan pak ik de tweede op. Dan steek ik achterlangs in het stokje, want dat worden gewone stokjes. Achterlangs in het stokje. Dan de dat heb ik gekruist. Dan komen de gewone stokjes. Dit zijn de reliëfstokjes. Want we vormen tenslotte een blad. En dat zie je nu ook komen, want hier zitten nu die twee tussenliggende en dit wordt de ronding van het blad. Dan de gewone stokjes. En iedereen weet hoe je stokjes haakt. Dat zijn er twee. Hier zijn weer de reliëfstokjes van de andere kant. Dus nu komt alles in het spiegelbeeld. Ik sla dubbel om, ik sla de reliëfstokjes over en ik ga eerst de gewone stokjes zorgen dat die naar het midden komen. Zo, die zijn nu naar het midden. Vervolgens sla ik weer twee keer om en haak dan de overgeslagen reliëfstokjes. En dan heb ik dit ook weer klaar. Dus je ziet wat er gaat gebeuren. In het groot, dit in het klein. We haken hem helemaal rondom. En dan zien we elkaar weer terug bij het begin. Zo, we hebben nu die kruising, die hebben we dus ook alweer gemaakt. Daar wil ik mee zeggen dat we die stokjes, die hebben we naar binnen gehaald, van deze kant naar deze. Dus nu zie je overal dat er 2, 2, 2, 2, 2, 2 reliëf, 2 gewoon, 2 reliëf, 2 gewoon, 2 reliëf, 2 gewoon. Dus dat is heel makkelijk. Je haakt nu 3 rijen zoals de stokjes zich voordoen. Dus 1, 2, 3. 3, dus dat zijn 3 toeren hier reliëf, 3 toeren gewoon, 3 toeren reliëf. Dus alles 2 en 2. En dan zien we elkaar weer terug bij het volgende deel en dan gaan we het plaatje weer sluiten. Dus voor nu gewoon nog 3 rijen erbovenop in de stokjes zoals ze zich voordoen. En dan zie ik jullie terug bij het volgende deel en dan gaan we het plaatje sluiten.